Ik wou hierbij iets aankondigen dat op 2 januari gaat beginnen. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van een programma van 90 dagen. Voor mannen is dat Exodus 90, voor vrouwen heet dat Magnificat 90. En dat is al door een redelijk aantal mensen is dat doorlopen en daar hebben ze veel aan gehad. Het is een programma van 90 dagen waarin je door je meer op God te richten, ook meer tijd vrij te maken voor God, een soort van retraite op de plek waar je bent, om je leven meer te ordenen. Niet zozeer om van verslavingen af te komen, maar wel een zekere ordening aan te brengen door een aantal slechte gewoontes te overwinnen. Gewoontes die je verspreiden, die je toch heel, of althans je aandacht verspreiden. Gewoontes die je heel kwetsbaar maken ten opzichte van de geautomatiseerde wereld om je heen. En meer recentelijk nog veel meer afhankelijk zijn we vandaag de dag van de digitale wereld. Dus ook daar, net als van die geautomatiseerde wereld om ons heen, wil dat programma Exodus 90 of Magnificat 90, wil ons meer onafhankelijk maken om meer gericht te zijn op God. Gericht te zijn op onze medemens ook, op de plannen die we hebben met dit leven, op de intenties die we in het diepst van onszelf voelen om een zin te geven aan ons leven. Een programma ook om ons als het ware meer kordaat te maken om alle resoluties en alle voornemens die we gedaan hebben om die ook werkelijk met succes te kunnen volbrengen. Ik laat dat programma helemaal zoals het is. En er zijn ongetwijfeld ook weer mensen die dat gaan doen als voorbereiding op Pasen. Mannen, vooral jonge mannen, Exodus 90 en vrouwen, over het algemeen jonge vrouwen voor Magnificat 90. Ik wilde daar een soort van supplement bij aanbieden. En dat gaat dan om 90 dagen lang, iedere dag, een klein stukje van de Apocalyps overwegen. Een commentaar of een overweging over de Apocalyps. Je kunt het in 90 stukjes knippen en als het ware opgaand naar het einde, in dit geval Pasen, een weg volgen. Een weg volgen door die Apocalyps op weg naar het paasmysterie. Dat gaan we dus doen vanaf 2 januari. Waarom 2 januari? Direct na het nieuwe jaar, nota bene op het feest van onze lieve vrouw Maria, moeder van God. Waarom is dat? Omdat we dan op zaterdag voor Palmzondag klaar zijn. Ik vond namelijk dat de Goede Week te veel eigen gebeden en lezingen heeft om daar nog iets aan toe te voegen. Die Goede Week staat zo op zichzelf dat een programma als Exodus 90 of Magnificat 90, ik vind eigenlijk dat het zo moet beginnen dat het voor de Goede Week klaar is. En dat je dan in de Goede Week er nog iets bij wil doen, dat mag je zelf weten, maar die Goede Week op zich, die staat al als een huis, die staat al als een kruis op Golgotha. De liturgie in de kerk is rijk genoeg. Dus van 2 januari tot de zaterdag voor Palmpasen kun je iedere dag op EWTN als een soort van supplement kun je die meditaties over de Apocalyps volgen.